bij jullie staan. CSC Nieuwjaars voor het terugvlachten bij ons staan. Kom erbij, vriendin. Hallo. Hebben jullie er zin in? En hoe? Altijd. Ik altijd. Ik nooit. Zij niet hoor. Waarom niet? Het is een zure vrouw. Ja, dat past niet bij mijn zin. Nee. Kijk, weet je wat het is? Zij heeft hele grote borsten. En weet je wat het is? Als je grote borsten hebt, heb je grote tepels. En het is koud buiten, dus dan krijg je tepels om glas van te snijden. Heb ik ook wel eens last van. Hier is de COC Nieuwjaars. COC Nieuwjaarsborrel. We gaan kijken wie de Bob Angelo penning gaat winnen. Uitspraken van de paus. Ik wil een wereld waarin mensen die anders zijn niet worden veroordeeld, afgekeurd of uitgescholden. We zijn in Nederland ver gekomen met juridische gelijkstelling, maar we hebben nog een lange weg te gaan naar de sociale acceptatie. De norm uit de wet is nog lang niet altijd de norm in de samenleving. We zullen altijd een minderheid blijven en zullen ook altijd waakzaam moeten blijven tegen onrecht dat steeds weer in nieuwe gedaanten de kop opsteekt. En daarom doe ik vanaf deze plek een oproep aan het kabinet.
Laat deze kabinetsperiode de eindsprint zijn van de race voor gelijke rechten. Maar laat het ook een hernieuwd startschot zijn voor de marathon naar sociale acceptatie. Het Bob Angelo Fonds, dat we zo meteen officieel gaan lanceren, gaat kleinschalige initiatieven stimuleren. Die gericht zijn op het verbeteren van de sociale acceptatie van LHBT's. Initiatieven die ons onderling of met onze bondgenoten bij elkaar brengen om samen aan acceptatie te werken. Een avond voor roze asielzoekers in Gilserijen, een toneelstuk in een verzorgingshuis in Borculo of een Marokkaanse boot tijdens de Gay Pride. Neem een voorbeeld aan Fijbe Sweers van Bodytalk in Utrecht. Hij doneerde vandaag 1000 euro. Bodytalk is een gay café in Utrecht, dat heb ik bijna 26 jaar. En dat is gewoon een gay bar, een grote gay bar in Utrecht. En hoorde ik niet dat jullie de eerste zijn die 1000 euro hebben gestort? Ja, dat klopt. Ik heb, vorig jaar heb ik een prijs ontvangen. Dat is de Annie Brouwer Korfprijs. Emancipatieprijs is dat. Ja. Die heb ik blijkbaar gekregen omdat ik me de laatste 25 jaar dus heb ingezet voor de homobeweging in Utrecht. Ik heb besloten om dat geld in delen te splitsen. Prachtig, wat mooi. En ik heb al 1000 euro gegeven aan Cocktail. De groep die vluchtelingen opvangt van het COC. En nu gaat 2000 euro naar de Bob Angelo Stichting. Fantastisch nieuws, wat leuk. En wat vind je ervan dat er nu een fonds is gekomen, een Bob Angelo fonds? Nou, ik denk dat het heel erg goed is, omdat er natuurlijk heel veel kleine projecten zijn die niet gesponsord kunnen worden. Of die geen subsidie kunnen krijgen. En overal worden de subsidies ingetrokken of verminderd. Dus ik denk dat het heel goed is om ook een soort particulier fonds te hebben waar geld vandaan kan komen voor kleine projecten. Zo, er zijn haast geen gewone homo's meer over. Jullie zijn allemaal een top homo's. Je kan het ook wel zien met enorme bevlogenheid. En nu gaan we samen... Ja, maar lesbo is ook homo. Ja, dat is altijd zo. Ja, het is wel waar hoor. Vroeger in mijn tijd waren de homo's... ook de lesbische vrouwen waren ook homo. Maar nu zijn de lesbische vrouwen dus hetero. Nee hoor. We zijn er onwijs trots op dat Nederland een transgenderbeweging heeft. Die concrete resultaten doet. Die dat doet op basis van een politieke agenda. Met draagvlak, met zichtbaarheid. En met onderlinge zorg en contact. Dat is onmisbaar voor gelijkberechtiging en sociale acceptatie. En daarom gaat de eerste Bob Angelo Penning 2013 naar de Nederlandse transgenderbeweging. Om de prijs te hebben gekregen? Heel nederig eigenlijk. Ik weet dat ik sta op zoveel mensen die dit al voor elkaar hebben gebracht. Ik mag het dan in ontvangst nemen, de penning. En ik vind het een hele eer om dat te doen. Persoonlijk, namens de groep. Wat ik vooral erg belangrijk vind is dat er een stuk herkenning komt vanuit het COC, vanuit de homobeweging. En dat we gewoon kunnen optrekken samen. Of we samen een agenda kunnen bouwen. Wat ga je verwachten van 2013? Want 2012 was al een goed jaar voor jullie. Ja, het wordt oogsttijd. De wetgeving is in 2012 naar de Kamer gestuurd. Er zijn Kamervragen over gesteld. De minister gaat daarop antwoorden. En ik hoop dat in 2013 eindelijk die verachtelijke wetgeving die we op dit moment in Nederland hebben, weggaat. Nou, de Tweede Kamer, daar verwacht ik heel veel goed van. We zullen kijken hoe ook de Eerste Kamer daarop gaat reageren. Spannende tijden dus. Spannende tijden, oogsttijd en nog steeds hard werken daarvoor. Misschien een beetje een rare vraag, maar valt hermafrodie ook onder transgender? Nou, ik zeg altijd, als ik goed kijk, er zijn er alleen maar transgenders in deze wereld. Ik moet alleen maar nog twee groepen overtuigen. Het zijn man, het zijn vrouw. Dus met andere woorden, we zijn allemaal mensen en we zitten allemaal in een bepaalde schakering. En om nou in te gaan in alle details... Ik denk niet dat dat zinnig is. Ik wens je heel erg veel succes. Dankjewel. Second Bob Angelo Award 2013 goes to a person who contributes in an invaluable way to the discussion on sexual orientation
gender identity and Islam. In the Netherlands, in South Africa and around the world, a man who gives LGBT Muslims the strength to be who they are. A man that has become known as the Pink Imam, although he is not really fond of that nickname himself. You can be who you are, Muslim and LGBT. The second Bob Angelo Award 2013 goes to Imam Muhsin Hendricks. Immensely thankful to COC for this initiative, the Bob Angelo Award. I think it's initiatives like this that makes activists like myself, who sometimes give a lot of our time and energy to a cause, it gives us the hope that we can continue with this kind of work in the world because there are people out there that recognize the efforts that we put in. Congratulations with your prize. Thank you. What are you doing in the Holland to get more acceptance from Moroccan people? What are you doing exactly? Well, I'm working through COC Netherlands with an initiative that they started, which is called Common Ground. And currently we've just established a new organization in the Netherlands for Muslims who are marginalized based on sexual orientation and gender. It's called Maaruf. And basically what we're trying to do through them is to mentor them and to create training and education programs for LGBT Muslims and for the Muslim community within the Netherlands. What is your message for the whole community, gay and lesbian, to the world, to everybody? Well, I think it took me 29 years to come out of the closet, so it was a long time for me to understand myself, my own sexuality, and how that fits in within Islam. So I'm completely understanding and compassionate towards those who still need to understand it. My message is really that people need to look at Islam and the interpretation around homosexuality that has been existing for the last 1,000 years. No, it's born, you're born that way. Exactly, and to understand that something needs to be changed about the interpretation because people are born that way, and so it's a strong identity of theirs that they cannot get away with, so the best way is to reconcile the two. How can we change all the Bible, all the Islam books, all the Torah? Well, we don't have to change it, absolutely not, but we can change the interpretation. 3, 2, 1. We zijn begonnen met koffieochtenden voor 40-plus lesbische vrouwen. Omdat we merkten dat ze gewoon, dat veel lesbische vrouwen boven de 40 gewoon nergens meer komen. Ja, goed. Om hier te zijn. Nou, gezellig, hartstikke leuk. Ja, hoe vind je van deze hele happening? Nou, te gek. Leuk dat de COC durft om groter te gaan, om ook om meer mensen te bereiken. Voorgaande jaren in het COC-gebouw en nu in Paradiso voor het eerst. Dat is wel helemaal te gek. Gek, hè? Ja. Leuk, hè? Echt vet. Goede opkomst. Ja, ja. Voordat je DJ bent, of was je dat dan? Nou, ik ben al een tijdje DJ en het gaat ontzettend goed. Het is hartstikke leuk. Vandaag heb ik hier ook mogen draaien. Ja. Muziekste stijlen doe je een beetje? Ik draai commerciële club, house, ook disco en 90s. Een beetje een mix van het alles. Eigenlijk echt om een feestje te creëren. Lekker. En wat trek je door het hele land voor? Vooral in Amsterdam, Brandstad? Nou, eigenlijk meer in het land, maar ook in het buitenland. Ook in Italië, Spanje, Parijs. Net terug uit Parijs. Ibiza en zo meer. Volgende week weer in Spanje, dus helemaal te gek. Gisteren in Blaricum bijvoorbeeld. www.divamedia.com, dan kan je alles nalezen. Okay, soms ook nog op teletext pagina 3. Hey, maar wat vind je van dat zoveel veel homo-haat op het moment in Amsterdam? Amsterdam is toch de homo-city? Ja. Is dat nog? Is dat eigenlijk nog? Ja, wel. Alleen
is een beetje een schuivende tendens, is anders. Vroeger waren we echt met z'n allen en er waren veel vrijgevochtenen. We gingen de straat op en we lieten ons zien. Ja. En nu, omdat het minder wordt, krijgt de tegenhang, krijgt een overhand. Waardoor veel nichten, homo's, lesbiennes, transgenders zich bedreigd voelen en daar dus zichzelf nog minder laten zien. Ja. En dan is één zwart schaap, dat maakt het natuurlijk heel makkelijk om te pakken. Ja. En als je er met heel veel bent, dan durf je niet, want dan, maar het zou niet mogen. Nee. Ik ben blij dat in ieder geval COC zich nog inzet ervoor. En we moeten natuurlijk zelf ook ons inzetten om... We moeten zichtbaar worden. Ja, en ik vind het zo goed dat er tegen het pesten op scholen, dat soort dingen doen ze nu allemaal. Wat vind jij ervan? Dat is toch perfect? Ja, dat is beter, toch? Ja, dat moet gewoon, maar het is maar het begint zo echt bij de dat scholen. Het nog een taboe is. Ja, ja, het begint bij de scholen en het begint bij de opvoeding. Ja. Als de cultuur hier in Nederland komt, dat niet van hier komt en is niet zo opgevoed, dan moeten we daar echt mee beginnen om ze op te voeden en niet... pas later, want dan is het te laat. Ja. Weet je, wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Nee, en dat is ook een beetje zo. Als je het niet kent, je wordt er bang voor, dan krijg je juist een agressie. En ik denk dat we juist moeten laten zien dat we niet iets zijn om bang voor te zijn. Of weet je, dat we ook normaal zijn. Oké, we zijn wat flamboyanter, we zijn wat hysterischer. Ja. Maar we vallen niemand lastig. Nee. Dus waarom vallen ze ons lastig? Dat je de Voice hebt gewonnen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Hey, zie je jezelf als rolmodel? Voor lesbische vrouwen? Nee, ik zie mezelf sowieso niet echt als rolmodel. Het is natuurlijk sorry hoor, ik heb niet opgetreden. Ah, ja, dus ik ben een beetje dampen. Ja. Nee, ik ben vereerd natuurlijk als mensen een voorbeeld aan me nemen. Maar I'm just living my life and trying to do it as best as I can. Ja, maar je bent heel open over. Toch? Eigenlijk zo open over bijvoorbeeld dat ik met een vrouw getrouwd ben. Ja, precies. Ja. Nee, ik maak er absoluut geen issue van. Ik begrijp dat andere mensen het interessant vinden of daar meer over willen weten. Ja. Maar gelukkig in mijn omgeving en hoe ik dingen meemaak, gelukkig, heb ik nooit problemen of iets ervaren dat ik ergens niet bij hoorde of juist wel bij hoorde door hoe ik mijn leven leid. Dus dat je hebt gewoon je leven geleid zoals je, je bent. Ja, ja, je bent. En ik denk dat het ook mensen open maakt. Als jij gewoon zegt van this is me, dan onbewust you invite people to do the same. Dus. Ja. Hoe is je leven naar de Voice gelopen? Is het hectisch of is het weer eigenlijk een beetje rustig houden? Of, ik heb in de achtbaan die het is, heb ik het zoveel mogelijk rustig proberen te houden. Ook omdat, weet je, ik heb een gezin, een kindje, een klein jochie die daar eigenlijk helemaal niks mee te maken zou moeten hebben, zeg maar. Ja. Maar desalniettemin blijft het een achtbaan en is het aanzienlijk drukker dan dat het was voor de Voice. Maar geniet je ook of moet je jezelf af te knijpen? Ja, nou, alle twee. Ik geniet enorm en ik moet zo. Nou, ik heb net in Paradiso opgetreden. Ja, iedereen ging los, dus ik had echt zoiets van. Wauw. Nee, dus dat zijn echt. En heb je al nieuwe nummers inmiddels? Ja, we zijn hard druk bezig in de studio. Met, maar ik ben perfectionist, dus ik wil echt dat het tippy-toppy is. En mensen hebben nu vooral op je gestemd, dus je wilt niet dat mensen dan denken, ik heb 7 keer op je. Echt hoor? Je krijgt het allemaal terug. Ik start het meteen. We wisselen zo meteen even de nummers uit. Oké. Als ik een boegbeeld zou zijn, dan zou ik een boegbeeld zijn voor acceptatie en vrijheid. En daar hoort alles in, zeg maar. Maar ik vind het wel heel fijn om te zien dat anderen er dus ook zo open in zijn. En dat dus blijft groeien. En dat zoiets als Paradiso, die sowieso al het Valhalla en het Mekka van muziek is. Super. Ook die macht
of macht, of kracht, dat is beter, kracht gebruikt om dingen aan te stippen. Ja, en er was vanavond dus die Bob Angelo opwelling, weet je, en dat is ook geweldig dat er dus een groepering zichtbaar wordt gemaakt, hoe vind je dat? Waanzinnig. Ik vind het gewoon belangrijk dat er meer acceptatie, dat klinkt heel cliché of heel simpel, maar gek genoeg is dat het dus niet. En dus zijn dit soort dingen nodig. Het is gewoon, we zijn geboren zo. Dus what the fuck are we doing? Nee, maar het enige wat niet aangeboren is, is de visie die mensen erop hebben. Dus mensen hebben geleerd om op een bepaalde manier te denken. Ja, dat is zonde, want als ze alle feiten zouden weten, namelijk one love en weet je al. Ja, en one love. Die hele stroomde kerel had het toch best wel... Gaat het nummer ook weer one love? One love. Van wie is die? Van Britney? Nee. Ja. Nee, lekker maar is er nog iets wat je wilt vertellen aan het gay-station van Amsterdam? Oh, wauw. Is er nog iets wat je kwijt wil? Nou ja, ik wil jullie enorm bedanken dat ik überhaupt voor jullie heb mogen optreden. Ik ben echt vereerd. En y'all rock, dat weten jullie zelf ook wel. Het ging helemaal los vanavond. En just do you. Just do you. En natuurlijk, sommige mensen hebben een wat moeilijker pad. Maar het komt, uiteindelijk gaat het goed komen omdat je jezelf gaat vinden. En dan gaan mensen dat ook zien. En dan, trust me, you'll think back to this. Echt. Hey, Lea had gelijk, man. Nee, mag je heel erg bedanken. Dankjewel. Ja, oké. Super.